Ik maakte voornamelijk veel video's in het park. Ik probeerde zo gek mogelijk ideeën te bedenken. En toen kwam onze grote vriend corona. Vandaag een iets andere video dan dat ik normaal maak. En ik weet het, ik heb het wel eens vaker gezegd, maar vandaag vertel ik het erbij met een reden. Omdat ik in deze video aan jullie ga vertellen hoe het nou zit tussen mij en mijn trampolinepark. En niet alleen hoe het daartussen zit, maar hoe het daar tot in stand is gekomen. Hoe ik ben gekomen tot waar ik nu ben. En wat ik dit jaar nog allemaal van plan ben. Ik loop namelijk al heel lang rond met een verhaal. Een verhaal over, nou ja, over mijn leven, over wat er de afgelopen periode allemaal is gebeurd. Hoe het nou precies zit met mijn trampolinepark. Ik wil het gewoon heel graag aan jullie kwijt. Mocht je nou tijdens het kijken van deze video denken van, hey Lars, ik heb een vraag over wat je hier, daar of daar zei, laat het me dan gewoon even weten in de comments van deze video. Laten we even naar buiten gaan en ik denk dat het een mooie plek is om te beginnen met dit verhaal. Eerst een pakketje openmaken. Sinds wanneer is het zo vreselijk warm in Nederland? Ik krijg een pakketje binnen. En ik weet wat hierin zit. Jullie weten waarschijnlijk wel dat ik van schoenen hou. Dat is iets wat ik vaker zeg. Maar als je mijn video's kijkt en niet weet dat ik van schoenen hou, waarom kijk je dan? Ik ga ze openmaken. En nu komt de vraag. Nu een hele belangrijke. Ga ik de doos netjes... Nee. Tada! Ik vond dit wel weer een vet model. Ik weet niet. Ik vond de kleuren wel vet. En ik dacht, nou ja, weet je wat? Mooi schoentje. Nu gaan we echt. We gaan. Kom mee. Oh. Dit zijn best wel vliegen. Ik weet niet hoe het komt, maar mijn auto eindigt altijd in een vuilnisbelt. Ik maak hem schoon en een week later één grote bende. Ik dacht, het is misschien leuk het volgende stukje op te nemen in de wasstraat. Was ik even vergeten dat het ongelooflijk veel lawaai... Oh. Ongelooflijk veel lawaai maakt in de wasstraat. Laten we beginnen bij het begin. Ik was een jaartje of 18 ongeveer, 4 jaar terug, en ik zat nog op school. Ik had de boel redelijk op orde, of nou ja, voor een 18-jarige redelijk op orde. En ik liep stage op een praktijkschool. En een praktijkschool is een school waar ze iets meer praktijk doen, omdat de kinderen die daarop zitten, dat iets meer nodig hebben. Op die praktijkschool was ik gymdocent en dat vond ik echt geweldig. Ik vond het superleuk om die kids te motiveren om op school hun best te doen voor de gymles. En niet alleen de saaie tikkertje of shuttle run test te doen, maar ook uitdagende spellen te bedenken, waardoor iedereen gemotiveerd meedeed met de gymles. Met die gymles had ik dus ook bedacht om naar een trampolinepark te gaan. Want hoe vet is dat om met je klas en je gymdocent, die dan toevallig ook wat salto's kan, naar een trampolinepark te gaan en daar van je gymdocent salto's te leren. En op dat moment was de eigenaar ook aanwezig. Die zag mij dat doen en dacht van, hey Lars, lijkt het je niet leuk om hier standaard kinderen salto's te gaan leren? En dat vond ik natuurlijk super vet. De skill om iemand anders een salto te leren was voor mij iets wat ik mezelf helemaal had aangeleerd. En als iemand anders dan waardeert, ja, dan ben je er natuurlijk ongelooflijk trots op. Ik ja gezegd, direct daar aan de slag gegaan. We hadden leuke lessen neergezet. Heel veel mensen leerden dingen op een trampoline. En naast dat ik dat allemaal deed, was ik ook nog steeds bezig met school. Toen sloeg het allemaal een klein beetje om. De desbetreffende manager die stopte ermee en toen ben ik gevraagd om het park te gaan managen. Ik had daarnaast alleen nog wel school en een trampolinepark managen. En naar school gaan gaat niet altijd even soepel, totdat er wat vreselijks gebeurde. Ik was met mijn 3 vrienden een weekendje weg naar Duitsland. En natuurlijk 3 vrienden, weekendje weg naar Duitsland, ultiem chillen. Tot ik op een ochtend wakker werd. En ik maak geen grap, ik denk dat ik wel 100 keer gebeld werd door mijn vader. Natuurlijk heb ik zo snel mogelijk teruggebeld. En mijn vader nam op en vertelde me het nieuws. Lars, je moeder, je broertje en mijn stiefvader van toen de tijd hebben een auto-ongeluk gehad. Je moeder en broertje liggen in het ziekenhuis en je stiefvader is helaas overleden. Ik kan niet uitleggen wat ik op dat moment voelde, wat er op dat moment gebeurde. Het is niet het onderwerp waar ik deze video over wil praten, maar het is wel een onderwerp die deze video een stuk meer karakter geeft. Ik, die net manager ben geworden bij een trampolinepark en dat er dan zo'n gebeurtenis in je leven komt, plus dat je daarnaast nog gewoon naar school gaat, ja, dat zijn dingen die niet goed samengaan. Ik heb op dat moment de keuze gemaakt om mijn school
te verlaten. Of in ieder geval te stoppen met school met een veel lager niveau dan dat ik eigenlijk voor opgeleid zou gaan worden. Die keuze om op dat moment een stapje in het volwassen leven te doen, ja, heeft wel voor gezorgd dat ik hier nu zit en tegen jullie kan praten. Je kan je natuurlijk best beseffen dat zo'n proces van het verwerken van een auto-ongeluk, ja, dat dat best wel eventjes duurt, dat dat best wel wat tijd nodig heeft. Doordat ik daar zo mijn ei kwijt kon in het werk, ja, heb ik daar met heel veel passie en plezier mijn werk kunnen uitvoeren. En dat maakt de volgende keuze, de keuze wat ik nu aan jullie ga uitleggen, natuurlijk 1000 maal lastiger. Ik werkte in het trampolinepark en ik dacht, hoe vet zou het nou zijn om de wereld te laten zien wat we hier allemaal doen. Ik had voor die tijd eigenlijk gewoon mijn eigen trampolinepark. En dat is eigenlijk een beetje een leugen die ik voor jullie heb voorgehouden, heel lang, ontzettend lang. En wat ik nu eindelijk eens een keer ga vertellen. Nee, het was niet officieel mijn park. Op papier was het van een andere eigenaar. Dus ja, sorry als je denkt van last, wat heb je nou tegen me gelogen? Wat ben je een klootzak? Maar ik vond het wel gewoon voor de video een stuk leuker om op die manier te brengen. Omdat het ook echt mijn park was voor mijn gevoel. En ik denk dat je het een klein beetje moet vergelijken met het spelen in een voetbalteam. Want als je in een voetbalteam speelt, staat het team dan op jouw naam of op het naam van het team? Nee, het is nog steeds een team van de club. Alleen voor je gevoel is wel dat jij en het team ervoor zorgen wat het team doet. En dat is ook logisch, want als jullie slecht voetballen, presteert het team slecht. Als jullie scoren, scoort het team. En dat was een beetje hetzelfde idee met het trampolinepark. Op papier stond het niet op mijn naam, maar alles wat ik deed in het park kwam uit mij. En dat is helemaal niet slecht, want daar heb ik heel veel van geleerd. De eigenaren hebben me daar natuurlijk af en toe ook bij begeleid, zodat alles in goede banen liep. En daardoor kon ik ook zo ongelooflijk veel vette video's maken in het park, speciaal voor jullie. En het maken van die toffe content hebben we voor een redelijk lange periode vastgehouden. We gaan focussen op hoe ik het trampolinepark zo leuk mogelijk kon maken, hoe ik het zo goed mogelijk kon laten draaien en ook hoe ik het zo leuk mogelijk kon filmen voor jullie. Begin dit jaar groeide YouTube ongelooflijk hard. Ik denk dat ik zo rond de 40.000, 50.000 abonnees zat en ik maakte voornamelijk veel video's in het park. Ik probeerde zo geks mogelijk ideeën te bedenken en toen kwam onze grote vriend corona. Corona heeft voor mij, voor jou, voor de hele wereld ontzettend veel veranderd. Eén ding in het specifiek. Ik ben tijdens de corona-periode bij Enzo in huis gaan wonen. We zijn daar huizenknol gestart. En dat kon omdat het trampolinepark op dat moment dicht moest. Ik had eigenlijk geen werk meer, want we waren niet open. Er was niks meer te doen. Dus ik kon die keuze heel makkelijk maken. En nu komt het lastige deel. Want tijdens die corona-periode zijn er een aantal miscommunicaties, een aantal doelstellingen veranderd bij het park, waardoor ik voor mezelf heb gekozen. Ik heb gekozen om het park achter me te laten en een andere toekomst te kiezen. En dat is echt niet omdat ik het park kut vond. Dat is echt niet omdat ik de mensen daar kut vond of de mensen die kwamen springen. Nee, dat kwam puur en alleen omdat ik de manier waarop ik werkte bij het park in samenwerking met YouTube en alle andere dingen die ik deed in het leven niet meer kon vol blijven houden tijdens en na corona. Het was zeker geen makkelijke keuze om op dat moment te zeggen, trampolinepark, het werkt niet meer tussen ons. Ik ga fulltime YouTube doen. Maar het voelde op dat moment wel het juiste. En het voelt tot op de dag van vandaag nog steeds het juiste. Ik heb eindelijk genoeg moed verzameld om dit hele verhaal aan jullie te vertellen. En ik hoop dat ik hierna gewoon met een positieve flow verder kan. En super toffe content voor jullie kan gaan maken. Het doel van dit kanaal is namelijk om jullie mee te nemen in alle toffe, gekke, rare situaties die ik meemaak met mijn vrienden, met mezelf, met mijn vriendin, met alle personen om me heen waar ik ontzettend veel van hou. Om het allemaal eventjes op te sommen, nee, het desbetreffende trampolinepark is nooit echt van mij geweest, maar voor de video's en voor mijn gevoel was het wel een tijd mijn park. Ik ben er nu weg. De jongens die hier werkten zijn er nu weg. Het trampolinepark gaat zijn eigen kant op. En wij hebben ook allemaal weer onze eigen draai op een andere plek gevonden. Ook ik zal niet meer terugkomen bij het park. Ik zal misschien ooit in de toekomst wel weer wat gaan doen met een trampolinepark. Maar ik hou ervan om mijn toekomst lekker open te laten. Voor nu ga ik me focussen op YouTube. Voor nu ga ik me focussen op het toffe content creëren. Voor jou daar, jij daar achter de camera. Wil je nou iets meer persoonlijke dingen van mij meemaken? Zorg er dan ook even voor dat je me volgt op Instagram. Want in de stories plaats ik ongeveer elke dag wel iets wat ik meemaak. Ik hoop dat ik jullie een duidelijk verhaal heb kunnen vertellen van hoe de situatie er nou voor staat. Maar mocht je nou nog een vraag hebben of mocht je nou ontzettend leuk idee hebben voor een video, laat het me even weten in de comments. Iedereen die me in de afgelopen jaren heeft geholpen met mijn reis, mijn journey naar wat ik nu kan doen, ongelooflijk bedankt. Zonder jullie was het nooit gelukt. En dan zeg ik zoals altijd, ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei!